Als we horen Marron platform, wat kunnen wij daarbij verstaan, mevrouw Tamin? Goedemorgen, dank u wel dat ik aanwezig hier. Dat ik aanwezig ben, mag zijn hier vanmorgen. Ja. Marron Platform, dat is een organisatie die zich bezighoudt met bewustwording onder de Marrons. Ja, en hoe lang is deze organisatie, of hoe lang bestaan jullie er al? We zijn ampertje 7 maanden, dus december 2022 opgericht. En nu zijn we dus 7 maanden verder. En de organisatie heeft getracht in die 7 maanden wat bewustwording onder de mensen te brengen. Het is nog, natuurlijk nog niet gelukt. Niet helemaal zo wat we willen, maar we zijn bezig. Ja, Sibi Momching Ekong. Ja, ja. Oké. Die proclamatie, wanneer zal dat gebeuren? Ja, dus we zijn intussen 7 maanden verder en we hebben de proclamatie van de stichting op zaterdag aanstaande 12 augustus. Ja. In het cultureel centrum aan de Pulapantje, no? Zo heet het. Oké, okay. Ja. Dus jullie, u bent hier om de mensen op te roepen om aanwezig te zijn. Juist. Ja, ik ben hier om de mensen aanwezig op te roepen om die dag aanwezig te zijn. Ik zei daarnet, we hebben de proclamatie. En dat is, we noemen het Puado van de stichting. Puado? Ja. Oké, okay, en wat betekent dat? Als u dat wil weten, dan kunt u komen op 12 augustus. Op Pulapantje. Oké. En wat gaat precies gebeuren? Kan ik al een hupje en zo? Ja, dus we hebben dan vanaf 5 uur hebben we de inloop. Mm-hmm. We hebben een plengoffer, we hebben volkslied. En daarna krijgen we de voorzitter die uitgebreid gaat ingaan op wat Puado eigenlijk inhoudt. Daarna hebben we presentatie van het bestuur van de stichting. En we hebben andere presentaties ook. Tussendoor hebben we culturele optredens. En de mensen kunnen natuurlijk genieten van een hapje en een drankje. Nou, geen hapje en een drankje. Ze kunnen genieten van Marrons eten en drinken. En wie is de voorzitter? De voorzitter is meneer Johannes Nyanfai, kapitein. Ja. Oké. Okay. Abon, dan heeft men dit ook gehoord. Dus in feite, desmam doro, ja. Pulpangi, satra. Satra, ja. Zaterdag. Mag ik? Ja, je mag vrij zijn. Dat is Mmanten Taki. Dus we zien wat taka sama katongo. Oké, dank u wel. Alkans. Dan ga ik die mensen net alkans oproepen om okay. Zaterdag aanwezig te zijn. Deze maand kan je voor sata 12 augustus naar Pupangi. Naar het cultureel centrum Abase Fupé. Hoe is dat ding weer? Staatsbus, hoe heet dat? Ja, scoutpost. No? Ja, waar is scoutpost de abase ving. Amin die idee hebben we een cultureel centrum. En de waterleiding de drape. Ja, waterleiding de nape ook toe. Dus nape ook de kabasata de koyaso. En dat we kayo fui ala kong. Fukong pu astekten fu wado fuko pu maps na do ya des densa ma sata gantang yu watawos wampisten fu fanaf wampisten fu fifiu da wumakong da wode bisak tiang wampisten fu aitiu neti en baka dati efu wansi don wampiki toli ete dat mag ook. Ya des sata da weshiwi aini a cultural centrum na pu pangide. Na Seifu Koolenstraat, Rotonde. Ja, na Pia Rotonde, de na Pia Precies. Gebouw drapen in de ja. Kamiseng. Nee. En trouwens, we zien een pangi, dus una olasi. Ah, bon. Gantangi ja. Vi, en we hopen dat die asawaka. Zeker weten. Augo. Ja. Oké. Okay.